Nu al een aantal jaar probeer ik tijdens de kerstdagen een speciale video te maken. Een video met een kerstboodschap. Ik vind dat leuk en het is tegelijkertijd een beetje mijn variant op het sturen van een kerstkaart. Vorig jaar stond helemaal in het teken van de niet alleen met kerstgedachten. Ver voor kerst had ik mijn idee al klaar en voor het opnemen van de video kon ik dan ook ruimschoots de tijd nemen. Voorbereiden, opnemen, editen. Dit jaar liep het echter iets anders. Het idee voor de video van dit jaar kwam namelijk vrij laat. Inspiratie laat zich helaas niet plannen. Het resultaat? 2 dagen voor kerst stond ik met een ingewikkeld video-idee in mijn hoofd voor een enorm dilemma. Hoe ga ik dit in hemelsnaam in 2 dagen flikken? Laat ik je anders een kijkje geven in mijn hoofd. Het idee was ongeveer zo. Ik zou beginnen met een opening shot. Voor een kasteel. Geen tekst, alleen voice-over. Helemaal naar het kasteel toe, shot maken, heel awkward natuurlijk weer allemaal. Gillende kinderen rakelings langs mijn camera. Maar goed, beetje nepsneeuw. Oh, en even snel een drone shot natuurlijk, want ja, je hebt een drone hè. Nog even ongemakkelijk poseren naast de kerstboom op de binnenplaats. Je weet maar nooit wanneer het nog van pas komt. Om vervolgens een veerpen te kopen in de gift shop. Want die staat zo lekker creatief als je straks je kerstboodschap op gaat schrijven. Snel naar huis. Vaste plek, beetje context, bla bla bla, je kent het wel. Nog even snel zo'n leuk shot met mijn kerstmuts, want dat was vorig jaar ook al zo'n groot succes. Dan de studio in. Eerst iets met een platenspeler, zodat ik heel hip en vintage de muziek kon introduceren. It's beginning to look a lot like Christmas. En dan al knutselend richting de basis voor de kerstboodschap. Kerstfilms. Die wilde ik dit jaar gebruiken. En dan op zo'n manier dat zij de boodschap namens mij zouden uitspreken. Of, nou ja, zoiets in ieder geval. Dat stuk had ik namelijk nog niet echt heel goed uitgedacht. Moet je nagaan. Zo'n beetje zoiets als dit had ik in mijn hoofd. For more. You sit on a throne of lies. Heads up! Oh! Merry Christmas, you filthy animal. Maar dan meer een langer en vooral dramatischer. Nou ja, dat hele geheel wilde ik dan natuurlijk wel weer lekker hip en happening presenteren natuurlijk. Dus vindt een televisiescore in de stad. Dat ding helemaal naar huis sjouwen. Versieren natuurlijk, en dan de hele handen nog bewerken op de computer. Nee. Ja, hè. Who gives a s***? Oh ja. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, moest er tot slot natuurlijk ook nog wel een echte kerstboodschap op papier komen. Met die veerpen uiteraard. Man, man, man. Stel je eens voor zeg, dat ik dat hele idee echt had uitgevoerd. dat zou wat zijn geweest zeg. Nee, dan ben ik blij
dat ik er op het nippertje voor heb gekozen om het dit jaar lekker simpel te houden. Geen poespas, geen gedoe. Dus, ben je er klaar voor? Oké. Komt-ie dan. Fijne kerst. Oh nee. Kerst is natuurlijk alweer voorbij. Ja. Nou ja, fijne dag dan maar.